Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. U kunt op deze satellietfoto nog net zien dat er afgelopen nacht een aantal flinke onweersbuien zijn geweest. Die hadden we niet verwacht. Inmiddels zijn die buien wel weggetrokken. In het zuiden en midden van het land is nog vrij veel bewolking door die buienrestanten. In het noorden schijnt de zon al met periode. In de loop van de dag gaat de zonnige periode zich naar het zuiden uitbreiden. Alleen in Zeeland en Limburg blijft het waarschijnlijk overwegend bewolkt. Later in de middag en vanavond kunnen opnieuw een aantal stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Het wordt vanmiddag zo'n 20 tot lokaal 27 graden. Ook vanavond is het nog lang warm, temperaturen boven de 20 graden. Zoals gezegd, een aantal stevige regen- en onweersbuien kunnen tot ontwikkeling komen, met name weer in het binnenland. Ook morgen een aantal buien, dan met name in de zuidelijke helft van het land, ook met kans op onweer. Het wordt minder warm dan vandaag, zo'n 23 tot 25 graden. En later op de dag draait de wind naar westelijke richtingen. En ook zondag en maandag hebben we te maken met een west tot zuidwestelijke wind en die voert minder warme lucht aan. De middagtemperatuur zakt naar zo'n 21 of 22 graden. Daarbij wordt het vooral maandag en dinsdag geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog en zijn er dan ook zonnige perioden. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.